Goedemiddag jongens, het is vandaag vrijdag, dus welkom bij weer een nieuw weekje met Kitty. Ik kom net terug van stage en moet nu even snel het takje met Noor uploaden. Ik heb echt een leuke dag gehad op stage. Ik vind mijn stage sowieso gewoon heel leuk, dus dat is heel fijn. Maar nee, het was een leuke dag. De zon scheen ook, dat helpt natuurlijk ook altijd. Ik heb gisteren dus de takje met Noor afgemaakt. En eigenlijk bedenk ik mij nu pas dat mijn computer er letterlijk maar... Maar wat ik dus zei, mijn laptop, of ik zeg altijd laptop, mijn computer heeft er 1 uur over gedaan om dat project op te slaan. En mijn MacBook deed er normaal een hele nacht over. Dus kun je nagaan hoeveel sneller deze is, dat is gewoon echt niet normaal. En dat besef ik me nu pas. Zo snel mis je dus dingen. Of mis je dingen niet. Of mis je dingen wel. Zo snel vergeet je dingen te waarderen. Dat is wat ik zocht. Kijk trouwens, dit is natuurlijk het toetsenbord waarmee je dus de iMac bestuurt. En dan heb je een muis. Maar ik miste persoonlijk heel erg het trackpad van een laptop. En natuurlijk kan je die ook gewoon loshalen. Dus nu heb ik een mega trackpad. Dan moet je zien hoe groot die is. Echt heel blij mee. Kan ik gewoon lekker... Ja, dit moeten we fixen morgen trouwens. Want dit kan niet. En Noor heeft hem al goedgekeurd. Dus nu moet ik hem alleen nog eventjes online gooien met een titel en zo. Dus dat ga ik even doen. En dan gaan Vee en ik naar Bonam. Lekker hoor. Gaan we weer. Vee is volgens mij niet helemaal mee eens. Ja, mijn diner heb je afgeslagen. Ja, ik heb... Per se uit eten. Je had zin in een Bonam. Het is misschien de derde keer in 2 weken, 3 weken. Helemaal niet. Nou ja, Felix gaf me 2 opties. Of ik maak thuis een lekker gerecht voor je en we gaan lekker chillen. Of we gaan naar Bonam en we gaan daarna lekker chillen. Ja, ik wil gewoon naar Bonam. Maar oké, ik ga dat even doen en dan gaan we lekker eten bij Bonam. Oh, hallo! Wij zijn weer lekker thuis. Hebben natuurlijk weer de regular gegeten bij Bonam. Wij komen er zo vaak dat we gewoon echt een regular hebben. Dus ik had gewoon weer mijn bancha vegan. En we hebben de baos. Oh, zo lekker. Mee naar huis. Want Vee gaat morgen naar Parijs. En hij heeft gewoon heel veel studiosessies gehad deze week. Waardoor we elkaar heel weinig hebben gezien. En we hebben gewoon niet lekker gechilled. En het was echt wel dat we elke avond een aflevering van Handmaid's Tale konden kijken. Of niet eens trouwens. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En dan moesten gaan slapen. Dus we don't have quality time. En dat is vandaag dus wel het geval. Vee had het voorstel om dus of thuis te koken... En dan het matras op de grond voor de tv te halen. En daar lekker te chillen. Of eerst naar Bonam en dan heel dat verhaal. Dus we zijn eerst naar Bonam gegaan. En gaan nu lekker het matras naar de grond verplaatsen. Zodat we recht voor de tv zitten. In onze nieuwe slaapkamer hebben we dus een bed. Dat echt zo boom voor de tv staat. Fucking chill. Want nu moet ik heel de tijd zo liggen. Om tv te kijken. En als ik dit zo vertel denk ik echt. Wauw, Widia, dit zijn echt luxe problemen. Maar goed. Whatever. En ik heb dus altijd al gehouden van wierook. Maar sinds ik in Bali ben geweest, is het wel echt een soort nieuwe obsessie geworden. Ja, ik kan gewoon niet meer zonder die lucht. Het is heel gek. Maar als ik het ruik, en dat heb ik dus ook met Kayaputi, dan krijg ik echt... I just can't explain it. Ik krijg echt een Bali feeling terug. En dat is zowel een verliefd gevoel als een heel warm gevoel. Heel fijn. Oh ja, oh... Het ruikt gewoon zo lekker. Overal waar je kwam of liep, dan rook je dit. En vooral in de hotelkamers. Overal stond het voor je klaar om dan zelf aan te steken. Dus ik... ik... Zo verslaafd. En daarom... Haha. Wij hadden deze sowieso altijd al. Voordat we naar Bali gingen. De Darshan Moon Dreams. En ik heb nu de Kama Sutra erbij gehaald. En niet eens... Ja, ik hou best wel van hele sensuele geuren. Dus ja... Zoals je ziet zijn het echt grote pakken. Er zitten 6 van die pakjes in. En in 1 pakje zitten echt 20 stuks. Dus dan heb je er 120. 240 hebben we er nu.
ja, daar komen we wel even mee door. Het liefst steken we elke dag minimaal 2 aan. Dus we zijn voorlopig wel even zoet. Hallo. Goedemiddag jongens, het is vandaag zondag. Ik ben eventjes mijn haar aan het doen, zodat ik met een strakke knop naar de sportschool kan. Ik denk dat dit mijn eerste echte goede sessie wordt, want vorige week was ik voor het eerst, of nee, woensdag was ik voor het eerst weer gegaan. Maar ja, het voelde gewoon niet als mijn oude vertrouwde gym sessies, wat ook logisch is, want het was de eerste keer weer in 3 maanden. Maar ik denk dat dat vandaag wel weer goed komt. Sinds ik het gevoel heb dat we bijna in het huis kunnen, gooide ik mijn kleding altijd gewoon random in mijn kledingkast. Dus ik propte het er echt in, waardoor het echt een zooitje was geworden. En het duurde nu allemaal langer als verwacht, dus ik kon het gewoon niet meer aan. En ik heb gisteren tot 2 uur 's nachts mijn kleding uitgezocht. Dit kan sowieso allemaal weg. Ik wil 2 zakken verkopen en 2 zakken naar een goed doel. En kijk, dit hangt nu tenminste op kleur. Het mag natuurlijk uiteindelijk naar onze nieuwe kledingkast. Maar dan is het nu gewoon een kwestie van eruit halen en erin zetten. En is gewoon al het voorwerk al gedaan. Hier is ook alles weer netjes opgevouwen. Heel blij mee. Dus ja, het huis duurt wel een stukje langer als verwacht. Maar ik heb nog steeds hoop dat we er dit jaar in kunnen. Dat denk ik ook echt wel hoor. Ze zijn op dit moment nu bezig met de badkamer. Voor nu ga ik eventjes mijn trolley uitlaten. Dan ga ik lekker sporten. En dan ga ik daarna met Moes naar het bos. Want het is echt mooi weer. En ik wil met de fiets naar het bos. Dus dit wordt de eerste keer dat we jou in het kratje gaan doen. Bonnen! Gelukt jongens. Ik heb mijn workout afgemaakt. Ik heb een soort rare gewoonte dat ik in mijn auto blijf zitten als ik ergens aan ben gekomen. Dus ook als ik thuis ben na een lange dag stage of school of whatever, dan blijf ik minimaal nog 10 minuten in mijn auto zitten. Dat ik nu dus ook. En dan voel ik de drive om te willen sporten wegzakken. Dat ik er recht voor sta. Maar ik ben gewoon gegaan. En het was echt een lekkere workout. Ik heb mijn beentjes gedaan. Echt heel confronterend om te zien hoeveel spiermassa ik ben kwijtgeraakt. Hoe ik eerst makkelijk bijvoorbeeld 40 kilo voor een leg curl day als begin set. Dus dan moest ik nog opbouwen. Heb ik nu super veel moeite met 18 kilo als eindset. Nou echt, fitness is zo'n ondankbare sport. Maar gelukkig, weet je, door middel van je spiergeheugen komt het vast ook wel weer snel terug. Daar kan ik echt niet op wachten. Om me gewoon weer lekker sterk te voelen. Ik rijd nu naar huis. En dan pak ik moesbal. En dan gaan we op de fiets naar het bos. Nou, het was een leuk idee, maar in de praktijk is het toch een stuk lastiger. Maar Moes vindt het gewoon nog heel eng. Dus ik ga nu een blokje om met hem doen, zodat hij een beetje aan de fiets went en aan het geluid en aan het zitten in de bak. En dan gaan we dat gewoon opbouwen. Wat dacht mama ook, hè? Om meteen naar het bos te kunnen. Wat dacht ik ook, ja. Tijd om te eten. Ik ga iets eten wat ik heel lang niet heb gegeten. Namelijk bananenpannenkoekjes. En ik ga ook even een ovenschotel erin gooien, zodat ik die daarna kan eten. En morgen wat te eten heb op stage. En voor nu een shakey. Dus voor die bananenpannenkoekjes heb ik letterlijk alleen een banaan en een ei nodig. Die top ik dan af met frambozen, chiazaad, kokosrasp. Voor de ovenschotel ga ik een uitje snipperen. Tomaatje, linzen, broccoli, haricot verts en wat aardappels.
wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything? Aardig veel op dit kleine stukje. We moeten zo Parijs en Milaan boeken. Mm-hmm. Er geen zin in. Ik ook niet. Morgen dan. We stellen dit echt al tering lang uit. Maar gelukkig doen we het allebei. Ja, dat maakt het nog beter. Dat we allebei dan niet gaan. Vee en ik gaan in december eerst naar Milaan, omdat we dan 3 jaar samen zijn. En dan naar Parijs. Zijn we dan 3 jaar samen? Ik zeg sowieso al sinds oktober dat we dat moeten gaan boeken. Oh ja, jezelf even. En het is nu 24 praten. November. Maar ik heb gisteren de treinreis naar Parijs geboekt en de vluchtreis naar Milaan. Dus op zich, het kan niet meer echt fout gaan, want hotellen zijn er altijd wel. Dus, wanneer gaan we het doen? Ik hoor het al aan je. Dinsdag? Maar redden we dat dan wel? Jawel. Oké, dan noemen we dat dan Parijs. Kijk, nu staat het op camera. Nu zijn jullie witness. Nu moeten we het echt doen. Ja. Maar dan heb ik wel al mijn taakjes voor vandaag gedaan. Het voelt echt lekker. Lekker bezig. Maar wij gaan nu even lekker een pastatje maken. Ja, ziet er echt goed uit. Hey, ja. Zo, dat kan lekker sudderen. Kijk, ik heb dus een weekplanningje gemaakt wat betreft eten. Overal waar een stipje voor staat, dus 3 keer, betekent dat ik ei eet. En dat ik die dus uiteindelijk moet gaan aanpassen. Maar dit helpt mij wel echt, zodat ik de avond voordat ik naar stage moet weten wat ik moet koken. Want anders sta ik voor de koelkast en dan denk ik, wat ga ik nu doen? Dan ga ik niks doen. Ja, ik zeg het altijd, opschrijven van dingen helpt echt. Want kijk, ik heb vandaag bananenpannenkoekjes gegeten met framboos en linzen overschotel. En doordat ik dit heb gemaakt, kan ik naar maandag en zie ik dat ik ook hier zo'n overschotel moet eten. Waardoor ik wist dat ik een portie voor 2 moest maken in plaats van 1. Dus nu is dat lekker al klaar voor morgen. Zo doe je dat. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag en het is fucking koud. Oh, ik zit in de auto. Ik moet mijn parkeermeter even uitzetten en dan pik ik Deb op. Deb, my hero. Wij zitten elkaar sowieso helemaal gek te maken op het feit dat we allemaal schoenen willen. En er is 1 Zara boot die jullie waarschijnlijk al kennen, want iedereen wil die. Maar hij was de hele tijd uitverkocht. Op een gegeven moment tikte ik bij het kopje beschikbaarheid in de winkel Milaan in, want ik ga in december naar Milaan. En toen kreeg ik Amsterdam. Heel gek. Maar toen stond er dus dat ze hem in Amsterdam hebben. Of nee, in Zaandam. En ik appte dat naar Deb, want we willen die boot allebei. En toen zei ze, mijn vriendin gaat morgen naar Zaandam, die kan wel voor je kijken. Dus ze heeft de boot voor me gehaald. Zo blij mee. Dus die pik ik even op. En daarna ga ik lekker naar de sportschool. Ik ga mijn borst trainen. Hier in Almere, want ik heb dus net supervisie gehad op school. En daarna ga ik naar Nova Skin. Heel veel zin in, want volgens mij gaan we aan microneedling doen. Ik heb trouwens verleden week een afspraak gehad bij de mesoloog met Felix. En ik zal jullie sowieso na de behandeling bij Nova Skin even uitleggen wat daar allemaal in is gezegd. Maar voor nu gaan we eerst even lekker naar Deb. Naar Deb. En mijn boe. We hebben wel zelf de zon, man. Dan te mooi. Wauw. Oh, zomaar op staf. Wauw. Echt mooi. Me and my babes walking down the street. Dan te blij. Hoe kan een patta je zo blij maken?
No one knows. Oké, jongens, we gaan gymmen. Deze heb ik trouwens ook nieuw. Die heb ik ook in het grijs met rood. En toen dacht ik, die zit zo lekker. Die wil ik gewoon in all black voor mijn sport. Some all black new shoes. I love it. Vandaag is een hele speciale dag, want we gaan aan microneedling doen. Spannend. Ja, en Eline zegt dat het niet echt pijn zal doen, wel een beetje zal schaven. Ja, maar het ligt ook maar net aan je pijngrens. Ja, die is laag. Ja, dan gaat het iets meer pijn doen, maar het valt mee. Ja, het voelt echt schavend. Het zijn natuurlijk 12 naaldjes die echt op en neer de huid in gaan. Ja. Maar je voelt niet letterlijk prikken. Dat, niet als een tatoeage die zo. Nee, nee, nee. Plus we werken niet zo diep als een tatoeage. Nee, waarom? Lekker thuis en dit is mijn huid na de behandeling. Dat zeg ik niet helemaal goed, want ik heb er een foundation overheen gekregen. Het merk waarmee ik word behandeld, dus Image Skincare, heeft namelijk ook een foundation die goed voor je is. Klinkt super gek, maar het is dus echt zo. Dit is hem en ik heb hem in de kleur Suede. Sowieso zit er een sunscreen in. En daarnaast is het een all mineral foundation. En hij bevat allemaal ingrediënten die de huid juist improven. Super gek. Plus hij werkt heel goed tegen de rode spots die je na het microneedling hebt. Nu moet ik zeggen dat ik niet heel veel roodheid had. Je ziet ook wel eens behandelingen waarbij mensen echt vuurrood weglopen. Dat had ik gelukkig niet. Het valt allemaal heel erg mee bij mij. Maar ja, toch vooral op de wangen had ik een blosje. En dat is wel gewoon gecorrigeerd met de foundation. Super chill. En verder heb ik een post-treatment kitje mee naar huis gekregen. Die had ik vorige keer ook al gekregen naar de peeling. Ik ben heel benieuwd wat het resultaat gaat zijn van de combinatiebehandeling die ik net heb gehad. Dus ik heb en een peeling gehad om de huid voor te bereiden op de microneedling behandeling. Ik heb daarna de microneedling behandeling gehad. En daarna nog een peeling voor de whiteheads. Ik hoop dat ik niet te veel ga vervellen. Eline zegt dat dat waarschijnlijk niet het geval is. Omdat het bij microneedling sowieso niet is. En die peelings daarna dus gewoon niet heel heftig waren. Maar goed, we gaan het meemaken. Wat wel zeker is dat mijn huid echt stap voor stap de goede kant op gaat. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Can't wait to have clear skin. Verder ben ik dus ook naar de mesoloog geweest afgelopen week. Dat was mijn tweede consult. En ik besloot Felix mee te nemen. Dus Felix is mee geweest. In mijn vorige vlog heb ik verteld dat ik dus naar een mesoloog ga. En dat ik daardoor up-to-date ben over wat er in mijn lichaam afspeelt. En waar ik niet zo goed tegen kan. Waar ik wel tegen kan. En dat ik dat zeker aanraad. Maar ik zei haar naam helemaal niet. Of de locatie. Of de naam van de praktijk. Dus super dom. Dit is de mesoloog waar ik naartoe ga. Dit is hoe haar praktijk heet. Dit is totaal niet sponsored. Ik krijg niet betaald om dit te zeggen. Sterker nog, ik betaal voor mijn behandelingen. Ik ben er gewoon heel tevreden mee. Wat er precies is uitgekomen bij mij is dat het een stuk beter met mij gaat. Mijn lichaam die reageert inderdaad beter op alles. Wel is de vijverbacterie nog steeds actief. Nog steeds bezig in mijn lichaam. Dus we hebben de medicijnen een beetje opgeswitcht. En kijken of het op deze manier overgaat. Verder werken de rest van de medicijnen die ik voorgeschreven kreeg nog steeds heel goed. En doen ze nog steeds hun ding. En dat merk ik ook aan mijn nagels. Mijn wimpers, die hebben een krul gekregen en zijn echt aan het groeien. Mijn wenkbrauwen laat ik nu groeien. En dat gaat ook echt rap. En mijn haargroei hier gaat ook heel snel. Plus ik ben gewoon weer wakker op een dag. Dus de medicatie doet zeker zijn werk. En wat betreft Felix. Felix heeft heel veel last van migraine. Dat is waarom ik het slim idee vond om hem mee te nemen. En daar is uitgekomen dat hij niet goed ontgift. En dat hij ook niet goed tegen stoffen van buiten kan. Dus echt van chemicaliën, daar gaat hij slecht op. Uitlaatgassen, daar gaat hij slecht op. En zijn lever functioneert niet optimaal. Wat er dus voor zorgt, althans zij legt dan de link, dat dat ook heel erg met migraine te maken kan hebben. Dus daar heeft hij
hij wat voor meegekregen. Verder, en dat is echt een heel random fact, maar zijn testosteron was dus lager dan dat het eigenlijk hoort te zijn. Als jullie mijn video's al een tijdje kijken, dan weten jullie dat ik altijd grapjes maak over dat ik een hoger libido heb. Maar het is echt zo en het kan soms best frustrerend zijn. Vooral omdat er ja, heel erg het stigma hangt dat mannen altijd zin hebben en vrouwen nooit. Maar bij mij is het gewoon helemaal andersom. En nu is dus naar voren gekomen dat het vrij logisch is, omdat Felix gewoon minder testosteron in zijn lichaam heeft dan een normale man. En daar heeft ze gelukkig ook wat voor meegegeven. Dus fingers crossed for me. Ja, dat zou wel heel chill zijn. Dus al met al ben ik echt heel tevreden met hoe alles gaat. Ik ga nu eten. En ik vind het wel weer mooi voor vandaag. Ik ben moe, dus ik ga eten en chillen. En ik zie jullie volgende week weer. Volgende week wordt een leuke week, want dan is het feestje verjaardag. En er zit telkens meer vooruitgang in ons huis. Dus wellicht dat we over 3 weken alles kunnen verhuizen. Stay tuned!